allemaal, tof dat jullie weer kijken, want vandaag ben ik met Sharelle Schrik. Jullie kennen haar vast wel van modellenwerk, haar Instagram. Ze stond laatste maand stond ze op de cover van de Glamour en mega groot in de Hunke Muller winkels, toch? Helemaal uitvergroot. Super gaaf. Ze is niet alleen mooi, maar ze heeft ook echt hele interessante ideeën over het leven. Super mooi. We gaan zo meteen... Ja, toch? Ja, ik vind het super interessant. Ik heb er natuurlijk al even gesproken, maar nog niet alles besproken, want dat wilde ik met jullie delen. En we hadden bedacht om een herfstlook, trendlook te maken. Want heel eerlijk, kijk nou heel even naar haar. Eigenlijk wil ik gewoon geen make-up opbrengen. Ik vind het gewoon bijna zonde, maar... Het is een make-up video en het is ook wel leuk om hier en daar tips en tricks mee te geven. Oh, super lief. Ja, ik ben heel benieuwd wat je gaat maken en welke kleuren we gaan doen. Super leuk. Let's go. Eerst crème natuurlijk. Met wat voor kleuren vind jij dan bij de herfstdoeken passen? Nou, kijk, weet je wat het is? Herfst gaat, iedereen denkt altijd natuurlijk aan bruin en goud. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. En enigszins dacht ik van, nou, dat vind ik zo standaard, want dat past helemaal niet bij iedereen. Maar bij jou past het wel. Ik doe meestal ook bruin of een beetje paars of oogschaduw. Ja, dus ik vind het juist wel mooi. Ook omdat het contrast van jouw ogen dan heel erg mooi naar voren gaat komen. Dus als ik kleuren ga pakken die al in jouw ogen zitten, dan ga ik eigenlijk de aandacht verleggen naar de make-up. En dat is heel zonde. Dus ik wil eerder dat het je ogen versterkt. Ja, precies. Dus ik ga er een beetje met kleuren omheen werken, zodat ze nog meer poppen. En hoe oud was je toen je begon hiermee? Nou, mijn moeder had mij opgegeven bij een agency toen ik 2 maanden oud was of 3. Dus toen had ik altijd al kindermodellen dingetjes gedaan. En van die commercials. En ik heb allemaal van die babyboekjes covers. Dat is wel grappig. En daarna heb ik alle kinderdingen gedaan en zo. Allemaal Sena, kinderkleding en al die dingen. En toen werd ik gaan studeren. Bedrijfseconomie, management, ik niet recht. Aan de Hogeschool van Amsterdam. Dat had ik toen afgemaakt. En toen dacht ik, nou, eigenlijk wil ik wel gewoon reizen, cultuur ontdekken. En ja, modellenwerk zat, kon ik eigenlijk, was ik nog steeds soort van half weer aan het doen. En toen dacht ik, waarom kan ik dat niet? Ik kan het heel mooi combineren. Dus door geld te verdienen en te gaan reizen. Dus ik heb eigenlijk heel veel landen gewoond. Gewoond ook? Ja. Alleen? Ja. Was dat dan niet eenzaam? Jawel, maar daar kwam ik veel te laat achter. Oh, ja? Nou ja. Toen je er echt al tegenaan zat te hikken. Ja, dat het gewoon niet zo goed ging. Toen dacht ik, oh, misschien was het toch niet zo'n goed idee. Maar het heeft uiteindelijk alleen maar geleid tot je dan weer dingen gaat uitzoeken. Dat je weer wel misschien... bij je passen. Ja. Want anders was je daar misschien nooit achter gekomen. Ik vind het wel dapper van je. Want waar heb je als eerst gewoond? Ik denk eerste was Barcelona, denk ik. En toen Istanbul en Kaapstad eventjes. Zo, dus wacht, hoe oud was je toen je in Barcelona ging wonen? Net na je studie. Hoe oud ben je net na je studie? Iets van 19 of zo? Nou, hoe snel je bent. Ja, ik was wel heel snel. Ja. In Barcelona 3 maanden, denk ik. Oké. Toen Istanbul, denk ik ook. In totaal 3 maanden met 1 keer de weekend naar huis. Zo, en dat toen ging lang, ja. In Kaapstad ook... 3 maanden volgens mij, of 2. En toen, even denken, ik weet het volgende, ik ben niet meer. Parijs en Milaan. En dan... Ja, daar heb je veel shows gedaan? Wat deed je daar voor shoots? Nee, gewoon shoots voor allerlei merken. Ik had gewoon een agency daar die je naar alle castings stuurt. En dan word je geboekt voor wel leuke merken en bladen. Ook Cosmopolitan en zo. Gaaf. Maar dus wel eenzaam? Of heb je daar dan vriendinnen die hetzelfde doen? Nou, je hebt wel mensen die hetzelfde doen. En die waar je dan mee connect. En daardoor leer je ook heel veel nieuwe mensen kennen. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb ook mijn beste vriendin in Barcelona leren kennen. Oh ja? Ja, een van mijn beste vriendinnen. Daar ben ik nu nog steeds heel goed bij vrienden. Die is Nederlands ook? Ja, die was ook Nederlands. Oh, wat fijn. Toen heb ik nog in Sydney gewoond en zo. En toen in Bali heb ik ook nog per ongeluk een maand gewoond. Dat was niet echt de bedoeling. Ja, ik was vond het gewoon zo lekker. Je dacht, ik blijf hier. Ja, ik kreeg daar steeds meer jobs. Ik was op vakantie toen vroegen ze. En toen dacht ik, nou, waarom niet? Weet je wel? Ja, het is nu gewoon dat ze ook echt kijken naar hoe je het online doet. Ja, precies. Want vroeger was het gewoon, oké, als je goed op foto's bent, dan kan je model zijn. En als je weet je te gedragen en dat soort dingen. Maar nu, als jij niet genoeg volgers hebt, dan ben je niet interessant genoeg. Ja, klopt. Hoe doe jij dat? Ik vind dat gewoon heel fijn, want dan betekent het ook dat het minder belangrijk is dat je niet in een rijtje hoeft te staan en de dunste en de langste en de meest perfecte, die wordt het. Ja. Het is nu gewoon, wie is de leukste persoon? Want die heeft vaak, weet je wel, als je veel probeert te delen, dan als je een goed en leuk persoon bent en je deelt dat, dan krijg je vanzelf wel leuke volgers, weet je wel. Ja. Ik denk altijd heel erg in de love attraction dus ook. Ja, vertel even love attraction, want daar hebben we het net over gehad, hè? Maar wat is dat? Want dat is...
iets waar jij heel erg naar kijkt. En hoe het bepaalt ook een beetje de manier waarop jij leeft. Ja, heel erg. Ja. Zo van de wet van de aantrekkingskracht. Dus waar je aan denkt en dat krijg je terug. En ook gewoon karma en al dat soort dingen. Ja. Maar vooral als je iets wil bereiken, dan kan je dat ook bereiken. En dat is ook met modellenwerk zo. Of met dingen, met alle doelen, alles. Als jij denkt dat je het kan en de goede positiviteit uitstraalt in jezelf. Zorg dat je jezelf goed voelt. Want dan ben je zeg maar open om te ontvangen wat al het goed, zeg maar. Ja. Ja, dan kan je gewoon alles waar je mind toe zet als je het visualiseert en daar actie toe onderneemt. Ja. Dus dat vind ik super interessant. En ik gebruik ondertussen eventjes een liquid bronzer. Ja, want vertel jij wat je allemaal... Ja, soms. Ik heb net dus een highlighter gebruikt. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Dit is een liquid highlighter. Vind ik altijd lekker. Blend goed in de huid. Je hebt zo'n mooie huid, dus ik wil gewoon niet te poederig maken. En een beetje een liquid bronzer van Chanel die ik een beetje in die huid baseer. Want heb je nou foundation opgedaan? Of was dat de... Alleen concealer, alleen op de plekjes waar je het nodig had. Dus de rest heb ik vrijgelaten, want die heeft het niet nodig. Vaak is het zo dat meerderheid van de huid dingen niet nodig heeft. Hmm. En dat is zonde om ze dat dan laag te geven. Maar vaak denk ik wel van als ik alleen concealer op doe, dat ik dan dat het niet goed... Nee, je moet hem wel blenden. Yeah. Dus zo, het moet wel langs de neus terugkomen ergens hier, maar dan geblend. Dus tot het niks. Het moet geen strepen. Nee. Ja, ik doe eigenlijk nooit foundation. Maar als ik dan echt met plekjes wegwerk met concealer, dan ben ik altijd bang dat je dan kleurverschil ziet in tint. Snap ik. Maar dus inderdaad heel goed blenden. Heel goed blenden. Blend is your friend. Maar goed, even terugkomend op jouw verhaal. Dat vind ik een super mooi interessant verhaal. Maar is het dan ook zo dat je denkt, iedereen kan worden wat hij wilt? Ja. Of is dat dan weer te ver gegrepen? Nee. Is het dan niet dat mensen dan een grote druk ook weer kunnen creëren? Van, maar als ik alles kan worden wat ik wil, misschien wil ik helemaal niet zoveel. Of dat ze maar dat hoeft ook niet. Nee. Je kan echt alles... Kunnen ze president worden, weet je? Zo. Ja, sowieso. Dat denk ik wel. Ik denk gewoon echt dat je alles kan wat je maar wil. Maar heel veel mensen vergeten ook, tenminste dat ik. Dus ik weet eigenlijk niet hoeveel van mensen dat hebben, maar een paar van mijn vriendinnen ook, die... voelen zich niet heel goed door bepaalde factoren. En je moet jezelf gewoon eerst gelukkig maken, zeg maar, voordat je dat soort dingen kan bereiken. Want anders sta je er niet open voor. Het begint met zelfliefde. Dat eigenlijk. Ook, ja. Alles begint met zelf. Ja, vind ik mooi gezegd. Het is wel mooi dat jij daar super erg, ja, in geïnteresseerd bent. Ik wil mensen er ook heel graag bij helpen. Dus daarom ben ik nu ook bezig met iets superleuks, waardoor ik mensen daar op dat vlak heel erg kan helpen en inspireren en helpen om het beste uit je leven te halen en de leukste persoon te zijn die je kan zijn voor jezelf, weet je wel? Houd in de gaten. Dat klinkt als iets spannends, jongens. Ik denk dat ik dat super goed bij mij aansluit met wat mij gelukkig maakt. Bent. Ja. Want hoe komt het dat jij hier bent gekomen? Komt dat dan doordat je modellenwerk doet en er altijd gekeken werd naar perfectie? En dat... Ja, precies. Dat heeft er heel veel mee te maken. Zoveel onzeker geworden door modellenwerk, waardoor ik echt alles heb ondervonden hoe ik me goed kan voelen, weet je wel? Ja. En dat ik echt van alles wat gebruikte. En toen dacht ik, wow, ik gebruik gewoon, weet je wel, allemaal verschillende dingen. En daarmee kan wat ik misschien mensen... Ja, meditaties of allemaal dingen op internet opgezocht, boeken gelezen. En dan van alles had ik... Weet je wel, iets uitgehaald wat mij dan helpt, wat ik dan nu gebruik. Ja. Ja. Cursus gedaan voor zelfliefde. En dat is wel mooi, want kijk, meestal denken mensen als model zijn, daarna dan ben je heel erg bewust van jezelf en heel zelfverzekerd. Dat hoor ik wel. Want je bent dan perfect. Ja. Maar jij hebt juist het tegenovergestelde ervaren. Dus jij dacht van, ik voel me juist omdat ik model was, minder perfect, omdat er altijd wel wat op en aan te merken was op me. Ja. En dat is ook wel heel interessant, denk ik, om te weten. Ook voor jonge meiden die misschien model willen worden. Ja, dat ze merken van... Mensen zeiden altijd van, het is echt een harde wereld. En dan dacht ik altijd van, ik kan wel tegen als iemand zegt dat je de casting niet hebt gewonnen. Of hoe noem je dat? Dat je de job niet hebt. Ja. Toen dacht ik, dat maakt me echt niet uit. En toen na 2 jaar in de modellenwerk of zo, dacht ik, dit bedoelen ze. Kies nu gewoon zelf eigenlijk wat me gelukkig maakt. Welke job ik wel en niet wil doen, weet je wel. Van als ik ergens onzeker van word, is misschien bijvoorbeeld soms lingerie schieten. Omdat in een ander land vooral. Dat ze dan in buitenlandse taal helemaal gaan inzoomen op je lijf. En dat vind ik gewoon niet heel chill. Dus bijvoorbeeld dat doe ik dan niet echt. En voor de rest heb ik meer zoiets van...
dat zegt meer over personen dan over mezelf, weet je wel. Ja. Als iemand iets negatiefs zegt of zo. Maar dat gebeurt eigenlijk ook bijna niet meer. Het is ook meer met Instagram. Het is losser geworden. Ja, het is gewoon, ze boeken mij als persoon bijna. Ja. In plaats van als perfect model. Ja, dus dat ze zien op je profiel. Dus het is ook belangrijk voor jou dat je ook op je profiel ook echt laat zien wie je bent. Ja, dat probeer ik nu steeds meer. Ja, want je kan dus niet steeds iemand anders voordoen of te veel bewerken. Want als je dan op een casting komt, dan zeggen ze, hey, maar wacht even, dit heb je niet laten zien. En dat is natuurlijk ook wel ergens heel fijn dus. Ja. Dat je kan laten zien wie je bent. En dan inderdaad geruster in zo'n situatie terechtkomen. Van, hey, luister, je weet wie ik ben. Je hebt me gecheckt dat op Instagram. Ja. En dit is wie ik ben. Ja, en ik zie er precies zo uit eigenlijk. Ja. Ja. Ondertussen ga ik even vertellen wat ik heb gedaan. Ja. ik heb dus concealer aangebracht van het Bobbi Brown palet. Dat is deze, die jullie wel kennen van mij. Alleen maar waar nodig, hè? Dus onder de ogen, langs de neus, een beetje hier en een beetje daar. En bij eventuele rode plekjes, maar echt heel weinig. En vervolgens heb ik een klein beetje afgepoeid met Clarins, afgepoederd onder je ogen. Oh, niet te veel wit. Poeder. Ja, het is wit, maar het is transparant. Oh, ja? Onder je ogen zou ik nooit een kleur gebruiken, want het kan warmer worden en je wilt daar juist licht houden. Echt? Ja. Oh, ik doe altijd poeder per ongeluk, maar gewoon een poeder wat je eigenlijk op je hele hoofd doet, maar die is wel een beetje bruin, maar het kan beter wit. Ja, want dan... Eigenlijk, je hebt het daar expres wat lichter gemaakt. Omdat je wilt dat het daar iets meer naar voren komt. Dus uitlicht, hè, dat de wallen iets minder lijken. Dus als je vervolgens weer poeder eroverheen doet die hetzelfde kleur als de rest van je gezicht. Dan wordt het daar ook weer donkerder. Dan heb je het eigenlijk een beetje voor niks gedaan. Dus ik gebruik daar eigenlijk een andere poeder. Maar voor de rest heb je ook, vind ik, niet echt een andere poeder nodig. Dus die lichte gebruik ik echt voor daar, 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 daar. En een beetje blush. Dat ziet er niet meer uit. Deze is van Pupa. Pupa? Pupa Milano. Ik ken hem niet. Nee? Klinkt wel grappig. Ja, wat was deze? Dus, wat voor Oh ja, dat moet ik nog uitleggen. Ik had deze gebruikt van Chanel. Dit is een bronzer, liquid. Maar die heb ik uiteindelijk niet meer gebruikt. Want ik vond hem te oranje voor jouw gezicht. Dus ik heb uiteindelijk een beetje een taupekleurige shaper gebruikt. Deze. Om een beetje de jukbeen aan te zetten. Zet je dan ook onder de video welke producten? Of? Ja. Oh, ja, staat altijd eronder. Dan weten ze precies wat ik heb gedaan. Leuk. Ga nu met donkerbruin een lijntje tekenen langs je wimperrand. En een beetje tussen die wimpertjes door. En die ga ik vervagen. Ga geen extreme eyeliner doen. We gaan echt een beetje die herfstkleuren gebruiken. Die bij jou dus heel erg mooi staan. Dat wil niet zeggen dat die kleuren bij iedereen helemaal even mooi zijn. Maar je hebt een beetje een olijfkleurig huidje. Een beetje mooi. Warmte zit erin. En je hebt donker haar, donkere wenkbrauwen. Dus het is super mooi. In combinatie met jouw blauwe ogen zal je zien dat het meer gaat poppen. Maar ben je nou heel licht of heb je veel oneffenheden en gebruik je geen foundation, dan moet je oppassen dat je bijvoorbeeld oranje tinten op je ogen doet. Want dan kan je juist heel moe of juist verdrietig van lijken. En het accentueert oneffenheden in de huid. Dus dat oh ja, beetje... want die zijn ook die kleur. Ja, ja, dus als je en oranje daar en nog oranje plekken hebt. Of sowieso een oranje gehuid hebt. Dan zou ik het weer niet doen. En het is heel lastig te zeggen. Iedereen vraagt altijd. Ja, ik heb blauwe ogen. Wat staat mij dan het beste? Oh ja. En zo werkt het niet. Want het is een combinatie. Huidskleur, oogkleur, wenkbrauwen, vormen. Maar wat zou je dan bij mij dus zeggen? Wat voor kleur? Bruin. Ja, bruin, koper, tinten. Maar niet per se eigenlijk... oranje dus? Jawel, ook wel oranje. Oh. Je kan wel oranje hebben. Okay. Maar ik zou bijvoorbeeld bij jou zou ik het vermijden om die kleuren die in je ogen zitten heel erg te gebruiken. Ja, al zou je zeggen, dat kan je mooi... Je kan het heus wel verwerken, maar niet te veel op die kleur gefocust. Omdat het dan de aandacht van jouw kleur weggaat juist. En dat is zonde. Pas jij, heb jij wel eens de Law of Attraction, de wet van de aantrekkingskracht toegepast zelf? Bijvoorbeeld met je werk. Van, had jij vroeger al een idee van wat je wilde? En... Ah, zo. Bijvoorbeeld? Ja, ik ben altijd wel iemand die heel erg visualiseert. Dus je zag het al voor je? Nou, eigenlijk? Nee, met make-up niet. Ik wist nooit dat ik dit ging doen later. Oh ja? Nee, en het was er geen social media tijd, dus ik wist ook helemaal niet dat het vak soort van bestond. Dat ik echt meeging vaak met mijn zus naar shoots en zo. Toen zag ik pas dat dit vak er een beetje was. Oh ja, grappig. Ja. Maar ik ben wel altijd heel visueel geweest. Dus als ik iets in mijn hoofd had, dan ging ik het ook echt zo bedenken. En dan vaak kwam het ook wel echt zo uit. Dus ik weet nog dat ik 4 jaar geleden of zo, dat ik dacht, ik zou wel eens een keer een make-upboek willen maken. Gewoon met de basics. Wat iedereen zou moeten weten of willen weten
wat ik als fysiciste wel weet, maar de meeste mensen nog niet weten. Zou ik wel eens een boek over willen werken? En dan zat de hele tijd over na te denken, visualiseren. Een dag later, zonder grap, werd ik gebeld door een uitgeverij. We willen heel graag een make-up boek met je maken. En dat was toen echt nog drie jaar geleden. Ja, en dat was echt dat ik dacht, En toen kwam er nog een uitgeverij dus diezelfde week. Heel dat ik dacht, dit is een beetje freaky gewoon. Wow. En dat heb ik met meerdere dingen gehad. Maar dan denk ik misschien door het uitspreken. Of dat het moment daar komt. Of alles komt wel bij elkaar. En je werkt natuurlijk ook ergens naartoe. Hè? Het is niet dat het zomaar op je pad komt. Je werkt ook, je maakt uren. Ja, maar toch denk ik dat je een soort van iets dan uitzendt. Waardoor het naar je toe komt. Ja, denk het ook wel. Superleuk. Hoe heb je dat zelf gedaan? Ik heb het vooral ook gedaan toen ik me niet zo goed voelde. Omdat ik onzeker werd door modellenwerk. Dat ik gewoon ging zeggen en doen alsof ik wel heel zelfverzekerd was of zo. Niet heel zelfverzekerd, wacht, dat is het verkeerde woord. Dat je goed genoeg bent, dat je dat tegen jezelf zegt en uitspreekt en luistert en zegt in de spiegel bijvoorbeeld. Dan voel je dat op een gegeven moment ook zo. Als je als je dat elke dag tegen jezelf zegt of opschrijft of doet van ik ben dit en ik ben dit. En als jij dus, dat betekent dus ook dat je precies zelf kan kiezen wat je dus wil voelen eigenlijk. Je kan het zelf aanleren om iets te voelen, zeg maar. Ja. Ik zie dat sommige mensen niet al het geluk eruit halen, zeg maar. Nee, het is echt een mindset, hè? En ook gewoon veel mensen worden onzeker door Instagram en zo. En dan wil ik dat helpen. Ik heb die kool heb ik vervaagd. Of die bruine koolpotlood. En vervolgens heb ik met deze Dior eyeliner heb ik een heel dun randje zo langs de wimperrand gezet, zodat het daar heel intens wordt. Maar alsnog wel dat vervaagde gevoel blijft. En ook daaronder heb ik dat gedaan. Heel mooi. En dan ga ik nu wat warmer kleur pakken. Deze. Een Lars palet. Ik moet echt wennen aan een YouTube filmpje, want dan ben ik echt zo, oké, hoe zie ik eruit, weet je wel? Terwijl ik vind het echt niet leuk als mensen te veel daarmee bezig zijn, maar dat gaat bijna vanzelf. Van oké, hoe zie ik er dan uit? Zit mijn haar wel goed? Maar ik vind Blijven vrouwen toch? Ja, maar ik vind het toch het leukste als mensen, als je ziet dat iemand er niet zoveel mee bezig is. Dat is eigenlijk leuker om naar te kijken. Dus dat moet ik ook gewoon niet doen. Maar nee, ja, maar kijk, we blijven vrouwen, dus je mag natuurlijk heus wel kritisch naar jezelf blijven. Kijk, het is leuk om jezelf steeds weer te vernieuwen of net even wat dit te doen of dat te proberen. Experimenteren is leuk. Stel je voor dat hier nu iemand naar kijkt en denkt van, nou, ik zou wel heel graag model willen worden. Wat moet ik doen? Ja, ik denk toch naar een agency, maar als een agency nee zegt, dan is het niet per se dat je het niet kan. Dan moet je gewoon naar een andere agency of gewoon zelf gaan doen. Ik ken ook heel veel mensen die nooit aangenomen werden en toen op Instagram gewoon heel veel gingen posten en zo. En zichzelf lieten zien en toen alsnog geboekt werden. Dus ook Instagram opbouwen is gewoon heel belangrijk. Dat sowieso, ja. Gewoon doen wat jij echt leuk vindt, want dan ben je het sterkst. Ja. Als jij laat zien wat jou leuk vindt, wat bij jou past en niet wat iedereen per se doet of de kledingstijl die iedereen wil. Of gewoon echt doen wat je zelf leuk vindt. En dat maakt jou uniek. En dus het sterkst en het succesvolst, denk ik altijd. Maar wat is jouw favoriete make-up merk? Oh, dat vind ik heel moeilijk. Mm-hmm. Want ik heb van verschillende dingen favorietjes. Ja, precies. Elk merk heeft Dus het ligt ook aan de huid. Kijk, bij jou denk ik, bij jou zou ik geen eens foundation doen. Alleen maar een beetje concealer. Maar bij sommige huidjes vind ik bijvoorbeeld weer de True Match van L'Oreal heel erg mooi werken. Want heel blendable. Dus je kan hem of heel licht of heel dekken. Maar bij poeders vind ik Vitalumière van Chanel weer heel erg mooi. Of mijn potloodje of de gel van Hema vind ik weer cool. Of ik ben constant op zoek naar de nieuwste dingen. En het verandert ook. Dus het is niet één merk. Wordt dat nou een natuurlijker make-up, denk je? Ja, weet je, je ziet vaak naar een extreme trend, zie je daarna een contra-trend. Dus nu hebben we heel erg veel die Instagram brows gezien, een hele heftige make-up. En ik denk dat dan nu dit aankomend jaar weer wat rustiger wordt. Tenzij echt voor de creatievelingen onder ons, voor Instagram en zo, dat het juist weer futuristisch wordt en gek. Eyeliners en kleuren. Het is vaak of-of, maar in deze tijd is het bijna niet te zeggen, dit is de trend. Er zijn wel kleine verschilletjes, dus de wenkbrauwen worden steeds natuurlijker. Daar ben ik heel blij mee, niet meer van die blokken, weet je wel. Echt. Er zijn wel kleine verschillen, maar over het algemeen, omdat de trends elke dag verschillen zo snel, zie je dit.
Ik denk het belangrijkste is trends of geen trends. Kijken naar je eigen gezicht. Kijken wat mooi bij je past. Kijken wat het mooiste naar jou omhoog haalt. Want het is net als kleding. Als ik een broek aantrek, bijvoorbeeld als ik jouw broek aantrek. Want ik vind hem super mooi en ik wil hem ook. Mm-hmm. Bij mij ziet het echt niet zo mooi als bij jou. Snap je? En ja. Andersom. Je kan niet Oscar kleding. Als ik een crop top aandoe terwijl ik een beetje een buik heb. Is dat voor mij misschien niet het beste om te doen. Maar voor jou bijvoorbeeld wel. Zeg maar, dus het is altijd een beetje kijken. Altijd naar je eigen gezicht kijken. En uitproberen. En niet iets doen omdat het een trend is. Of omdat je buurvrouw het heeft. Of wat dan ook. Precies. Super belangrijk. Even kijken. Ja, het is al zo mooi. Je hebt zo mooi haar. En daar zie je het ook gewoon. Daar. Zo mooi. Volgende keer gaan we bij jou dit haar creëren. Yes. Ook in de herfst mogen we een beetje kleur hebben, vind ik. Ja, ik hou altijd. Ervan. Ja, toch? Als ik wit ben, ben ik echt niet op mijn best. Ja, maar vaak komen die kleuren gewoon nog beter uit. Dus ook van de ogen en de huid. En ja, ik vind dat altijd wel mooi. Dus een beetje bronzer zo langs die haargrens. Wangetjes vind ik wel in de herfst. We zijn al allemaal wat bleker. Dus ik vind het lekker om een beetje blush te gebruiken. En probeer het een beetje in hetzelfde familietoon te houden. Dus de kleur van de blush is een beetje peachroze. En dat peach komt ook weer terug in je ogen. Dus dat het allemaal een beetje wel bij elkaar blijft. Maar dit kan ik dus echt niet thuis, denk ik. Ja, ik probeer wel eens oogschaduw te doen, maar dat kan er echt niet zo uitzien. Echt oefenen. Mooi. Blijf oefenen, want het is echt, het is gewoon blenden. Blend is your friend. Wat nog wel leuk is, als je dan bijvoorbeeld voor Instagram een fotootje maakt. Dat je dan een beetje een... Heb ik vorige week ook bij Vief gedaan. Kom maar met deze. Gewoon een doorzichtige lipgloss. Oké, dus ik doe een beetje van die glossier. Doe ik op je ogen. Dat is een beetje een glimmertje. En dat is gewoon als extra touch voor 's avonds. Of als je een mooie foto maakt op Instagram. Geeft net even wat meer licht. Blijft dat ook de hele dag dan wel goed? Of nee, je moet wel gedurende de dag een beetje het bijhouden. Want het kan zijn dat... In je rimpeltjes bij elkaar gaat proppen. Of je moet van tevoren even een eye base opdoen. Fixing spray vind ik niet alleen lekker omdat het dan goed blijft zitten. Maar het zorgt er ook voor dat alles wat net iets te veel is gepoederd, dat het nog een beetje de ruimte krijgt om mooier te blenden. Weet je, ik bedoel, ik kan wel uren bezig blijven gewoon omdat ik creatief ben, maar je hebt het totaal niet nodig. Dus laten we gewoon het hierbij houden. Het is een beetje de herfsttrends, die kleurtjes. De glansjes zijn dus nog steeds heel erg van nu. En een beetje die rustige lip. Maar je kan met deze ogen, omdat het ook weer niet te zwaar is, zou je best een diepe rood een keer kunnen proberen. Maar ja, ik vind je gewoon zo mooi. Oh, zo lief. Ik ben echt blij met de make-up. Oh, thanks. Heel mooi. Ah, dankjewel. Ik vond het super gezellig met je. Super interessant. Ik denk ook dat jullie het heel interessant vinden om te horen van Sherelle hoe dat nou eigenlijk is. Niet alleen als model zijnde, maar wat het ook met je doet. En een openhartig gesprek zoals dit. Denk ik dat jullie altijd met elkaar moeten voeren en met vriendinnen, omdat je elkaar dan kan helpen. En wat ze zegt, super belangrijk dat je bij jezelf blijft. Hè? Ja, is er nog iets dat je echt denkt van girl power? Girl power, yeah, go for it. Als je het leuk vond, thumbs up. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan op mijn kanaal voor mijn volgende video. En heel erg bedankt voor het kijken. Doeg!